Wel, je neemt je geurstrookje. Heel vaak gaan mensen het geurstrookje tegen de neus gaan aankleven, maar dat is niet de bedoeling. Altijd 10 centimeter weg van je neus en gewoon inademen. Dan ga je volledig het parfum in zijn totaal ruiken. Hou je het verticaal, dan ga je meer diepte gaan krijgen. Dus ga je meer de topnoten, de hartnoten en de basisnoten gaan ruiken. Wel, als je je parfumeert, heb je eau de parfum, parfum en eau de toilette. Een parfum, dat breng je op de zones aan waar je hartslag voelt. Hier, hier, hier en hier. Eau de parfum breng je ook aan op je huid, want daar gaat eau de parfum volledig tot leven komen. En een eau de toilette ga je altijd sprayen op jouw kledij. Inderdaad, je kan je haren parfumeren, dan neem je een borstel of een kam, dan spray je daar je eau de parfum of eau de toilette op en dan gewoon door je haren gaan kammen en zo kun je je haren parfumeren.